Jan Terwijl, dank voor de uitnodiging in jouw huis in Zeist. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG, waarin inmiddels nou iets meer dan 60 emeriti hoogleraar, vooral in de psychologie, maar nu ook in de onderwijskunde en pedagogiek, wat terugblikken op hun carrière en hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken. Serie is nadrukkelijk bedoeld om ter verhoging van een historisch besef van de aankomende generatie studenten gedragswetenschappen. Steeds de eerste vraag bij die interviews is van of jij kort iets kunt vertellen over jouw achtergrond, het milieu waar je bent grootgebracht, lagere school, middelbare school en dan zullen we overgaan naar de onderwijskunde waarin jij hoogleraar bent geweest aan de VU en de UvA. Goed, dankjewel. Ik ben geboren in begin 1941. Ik ben nu dus 81 jaar. Ja. Ben geboren in Zutphen en opgegroeid in de Wambuisstraat 19. Dat is een kleine straat in Zutphen. Mijn vader heeft de LTS doorlopen, huisschilderen. Hij was huisschilder, had een klein, beetje noodlijdend schildersbedrijfje. En mijn moeder die komt helemaal uit Stadskanaal, Musselkanaal en is later met de hele familie naar Eindhoven getrokken. Daar kon de hele familie opbloeien bij Philips. Iedereen vond daar een baan. Dus dat die ging bij Philips werken? Die ging bij Philips werken. Althans, de hele familie. Mijn moeder is, denk ik, heel kort bij Philips geweest. En heeft zich een beetje in de verpleegkunde en in de zorg ontwikkeld. Dat zijn mijn vader en mijn moeder. Waren hele lieve mensen. Waar ik vooral herinnering aan heb, is dat wij een hele vrije opvoeding hebben gehad. In de zin van dat wij heel veel mochten. En dat was niet zozeer omdat onze ouders dat allemaal goed vonden. Maar wij hadden een heel groot gezin van 10 kinderen. Ja, een katholiek gezin of een protestant-christelijk gezin. Ik associeer je grote gezinnen altijd direct met katholieke gezinnen. Precies. Nee, maar dit was eigenlijk wel een beetje bijzonder ook. Dat ze, hoewel niet katholiek, toch zo'n groot gezin hadden. En ik ben de vierde in het rijtje. Maar één jongetje voor mij is heel vroeg overleden als kind. En toen heb ik ook de naam van dat jongetje gekregen. Wij hebben een... ik heb een hele mooie jeugd gehad waarin ik altijd buiten was. De weilanden introk. Ik ben, zeg ik wel, aan de oevers van de IJssel en de Berkel opgegroeid. Prachtige omgeving ook. Heel mooi, heel mooi. En dus ik had heel veel vriendjes, zowel direct in de buurt als rondom de school, waar ik naar school ging in de binnenstad van Zutphen, op de Prins Bernhard School. En we trokken er altijd op uit, de natuur in, nesten uithalen, in bomen klimmen. Zo gek kun je niet bedenken, dat deden we allemaal. En er was één minpunt, moeilijk punt. Ten eerste de oorlog natuurlijk. Mijn vader moest voor de arbeidseinsatz naar Duitsland. Die heeft in Berlijn ruiten moeten zetten in ziekenhuizen. Daar vertelde hij wel over. En dat was een vreselijk arme periode. En ook daarna, na de oorlog, met de wederopbouw, een beetje begon te zien wat er allemaal plaatsvond. Want toen was ik 4, 5 jaar. Toen waren wij echt heel erg arm. Mijn vader die probeerde het schildersbedrijf een beetje op gang te brengen, maar dat lukte niet erg. Hij kon zijn rekeningen voor de verffabrieken niet betalen. En dan kregen wij aan de deur deurwaarders. We kregen wat wij noemden de wisselloper. En die kwam dan met een donkere jas en een zwarte leren tas. En dan zei mijn moeder, dan werd er gebeld. En dan ging ik naar de deur. Ik moest altijd... Je moest open doen dan? Ik moest open doen. En dan kreeg ik een kwitantie aangereikt. 7e aanmaning. Zo ging dat ongeveer. Met die toon ook. Met die toon. Dan ging ik naar mijn moeder toe en dat arme mens kromp ineen. En dan zei ze, zeg maar dat wij het nu niet kunnen betalen, maar zo gauw mogelijk zullen doen.
En dan ging ik weer terug en dan bracht ik die boodschappen aan. En die man keek dan nog somberder. En die rekening die prikte ik dan. Hadden we een spijker aan de muur. En er zat al zo'n stapel van dat soort dingen op. Van Raad en Dodeheven, van Goudsmit Hof, van Wevers. Ik ken al die namen. Diepe indruk. Ik ken al die namen nog. Weduwe Boonstoppel. Weduwe Boonstoppel? Boonstoppel. Dat was een verffabriek. Nou, dus dat was moeilijk. Ja, ja. En desalniettemin had ik een mooie jeugd. Ja. Leergierige leerling op de lagere school? Zeker. Ik heb ook een plezierige periode op de lagere school gehad. Ja. Ook weer met veel vriendjes, maar ook wel met leraren die mij stimuleerden. Heb je nog een speciale herinnering aan? Jawel, ik heb een hele... Bijvoorbeeld een leraar, meneer Kuisten, die heb ik op klas 5 en 6 gehad. Ja, ja. En die deed allerlei differentiatie aan. Ik had de breuken onder de knie en dan mocht ik projectjes doen voor mezelf. Ik heb een project gedaan over Indonesië, een project over Zwitserland. En dan maakte ik tekeningetjes in een schriftje. En die leraar, meneer Kuisten, en het hoofd der school, die waren ontzettend stimulerend voor mij. En daar zat ook een conflict aan het eind van de basisschool. Meneer Kuisten en meneer Zielstra zeiden, Jan moet naar het gymnasium. En toen ging ik naar mijn vader toe. Ik zeg, meneer Zielstra zegt dat ik naar het gymnasium moet. Er komt niks van in. Zeg maar tegen meneer Zielstra dat jij naar de ambachtsschool gaat. En daar is een heel conflict uit voortgekomen, dat moet ik nu niet vertellen. Tussen jou en je vader toen al? En het hoofd der school. En mijn vader heeft tenslotte aan het langste eind getrokken. Ja. En ben ik naar de ambachtsschool gegaan uiteindelijk. Ja. En, met tegenzin? Dat viel wel mee. Ik heb dat toch kennelijk ook ervaren als een noodzaak. Want mijn oudere broer was al in het bedrijf, op dezelfde manier in het schildersbedrijf gekomen. Ja. En ik was dan de tweede. En van de jongens die in het bedrijf zou komen naar de ambachtsschool. Dat werd van je verwacht? Dat werd verwacht. En wij hadden ook wel het gevoel van die noodzaak, want dat geld... Dat was zo'n groot probleem aan het worden. Niemand kon bij ons geld halen, dus we gingen niet failliet. dus wij bleven in die omstandigheid zitten. En ik ben dus, toen ik 15 was, stond ik met een witte overal aan op de ladder. Want toen was je klaar? Was ik klaar op de ambachtsschool. Ja. En... Dus dat is zeg maar wel... Heb je bepaalde herinneringen aan de ambachtsschool dat je dat het misschien intellectueel, dat je wat miste of zo? Dat heb ik niet zo ervaren. Ik heb dat denk ik toch genomen zoals het was. En ook daar was ik een goede leerling en deed ik ook in de praktijkvakken hele goede dingen. Ja, ja. En daar is ook wel een keer iets leuks gebeurd. Toen je kreeg ook tekenlessen en we hadden een meneer Van Aartsen en die kwam bij mij staan naast mijn tekentafel en ik had een tekening gemaakt. Hij zegt, nou dat ziet er goed uit en hij maakte zo een praatje met mij en toen zei hij zo out of the blue, heb je er wel eens aan gedacht of weet jij wel dat je in de avonduren voor leraar kunt gaan? Dat er dus een avondopleiding is voor leraar. Ja. En ik was gewoon sprakeloos. Ik was echt sprakeloos. Maar je wist dat niet? Het niet. En ik had zeker niet gedacht dat ik leraar kon worden. Ja. Want mijn perspectief was een hele andere. Het perspectief dat je bij je vader schilder bij mijn vader in de zaak. Ja. Nou ja, toen heb ik dus jarenlang in het bedrijf van mijn vader gewerkt. 10 jaar lang bijna. Ja. En mijn oudste broer ook. En tijdens die periode ging ik avondcursussen volgen, avondschool volgen voor de opleiding van leraren voor het technisch beroepsonderwijs. Ja, 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 en ik werd dus
Ja, ik deed daarnaast ook nog andere dingen. Ik haalde ook nog een diploma leerling schilderen en leerling gezel schilderen. En ik haalde tenslotte ook een diploma. Dat lag niet in elkaars verlengde, dat was parallel. Dat leerling schilderen en gezel, dan ben je gewoon een goede vakman. En die andere lijn, die duurde 8 jaar lang op de avondschool in Deventer. Dat was een echte opleiding voor leraar. Daar hoorde een soort periode van algemene ontwikkeling bij. Dan een basisvorming. En dan begonnen de vakken te komen. En tenslotte kreeg je ook pedagogiek en didactiek enzovoort. En dat vond ik schitterend. Weet je nog waarom je dat zo pakte? Misschien wel. Wat ik nog niet verteld heb is dat mijn ouders waren dus nogal gelovig. Nogal erg gelovig. En, streng in de leer? Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik vond eigenlijk niet dat ze streng in de leer waren. Maar het is eigenlijk niet uit te leggen. Aan iemand die dat niet kent, kost dat veel te veel tijd om uit te leggen. Een paar dingen, het had ook praktische gevolgen. Ze waren tegen anticonceptie, ze waren tegen inenten, ze dronken geen alcohol en mijn vader was behoorlijk anti de evolutietheorie. Dus dat was het praktische pakket wat achter hun geloof zat, wat uit hun geloof meende dat eruit voortkwam. Dus misschien dat mijn leergierigheid toch wel ontzettend geprikkeld is, omdat ik het allemaal wilde weten. Ik wilde allemaal weten of dat wel klopte. Dat heeft denk ik wel een rol gespeeld. En die vakken waar je naar vroeg, pedagogiek, en later toen ik MOA ging doen, toen vond ik die filosofie ook vreselijk boeiend en wilde ik alles weten wat los en vast zat over. Als een soort inhaalslag of zo? Een inhaalslag en ook een toetsing van, klopt het allemaal wel wat ik van thuis uit heb meegekregen? Want mijn moeder dacht ook dat ze in het einde der tijden leefde. Zij ging ervan uit, dat kon niet lang meer duren. Dat dan zou de aarde vergaan en dan zouden de gelovigen opgenomen worden in de hemel. Dus, maar dat is voor jou dus ook een hele bevrijdende stap geweest. Zeker. Zeg maar als ik dingen voor je invul, hè? Maar tenminste, als je dat zo vertelt. Heel bevrijdend geweest. Dat is zo goed geweest dat ik door allerlei toevalligheden dat pad op ben gegaan. Wat vonden je ouders van die stap eigenlijk? Dat je in de avonduren. Dat was heel apart, heel dubbel. Ze waren apentrots op allerlei dingen wat hun kinderen deden. Ja. Ze verwachten ook veel van ons, heel merkwaardig. Dus mijn ouders waren hele lieve, stimulerende ouders. En ze zeiden altijd, oh, had ik wel gedacht. Oh ja, natuurlijk zou jij slagen. Ik zei, nou, ik vond het best spannend of ik dat examen zou halen. Oh, had ik wel gedacht. Dus het waren ouders die hun kinderen wel stimuleerden, maar ze deden, mijn vader dus niet, geen enkele moeite om ons ook werkelijk op een niveau te krijgen waar we eigenlijk qua intellectuele capaciteiten zouden kunnen zijn. Ja, precies. En dus dat is wel leuk om, denk ik, te vertellen. Jij bent in 72, weet ik, ben jij onderwijskunde gaan studeren in Groningen. Ja. Dat zaadje werd geplant, neem ik aan. Eerder. Tijdens die leraaropleiding die je volgde. Het is zo gegaan dat ik dus in het schildersbedrijf bij mijn vader werkte. Dat is best een mooie periode geweest. Ik kwam overal, hè. Bij iedereen kwam ik thuis. Ons bedrijf ging floreren omdat er gewoon twee jongens al in het bedrijf waren en later nog meer. Er kwamen geen deurwaarders meer aan de deur. Nee, en de economie ging omhoog. En wij trokken dat bedrijf uit het slop. En dus dat, op een gegeven moment ging het steeds beter. En ik werd bij wijze van spreken van de ladder geplukt vanuit de technische school in Zutphen. Dat ze zeiden, wil jij niet komen? Op de avondschool kun je al lessen geven.
Nou, dat was hartstikke leuk. Ik stond overdag op de ladder te schilderen. En 's avonds werd ik al... Toen was mijn opleiding schilderen. Leraar schilderen was nog lang niet af. Toen was ik 22 jaar. Toen stond ik al voor de klas. Op dezelfde ambachtsschool waar ik les had gehad. En... dat was ook zo leuk, want ik kreeg zomaar een groot bedrag op mijn rekening gestort. Uh-huh. Ongekend voor één avondje lesgeven. Ja. Ik weet niet meer hoeveel geld het was, maar ik sloeg er van achterover. Uh-huh. Dat heb ik 2 jaar gedaan en toen heb ik een fulltime baan aan de LTS in Leeuwarden gekregen. Toen kreeg ik meteen 36 uur les te geven in de week. Nog meer geld. En nog meer geld. Zijn we daar ook, toen zijn we ook getrouwd. Maar toen betaalde onderwijs nog goed. Jazeker. Toen had je, wie was dat toch? Minister Toxopees en die gaf rondes, salarisrondes. En de leraren die kregen er elke keer, dat was een VVD-minister, dat was nog eens een goede VVD'er. Die gaf de leraren elke keer een ronde erbij. Het had echt aanzien. En ik voelde me natuurlijk ook heel gestimuleerd dat ik zo'n mooie baan had. Op de technische school in Leeuwarden. En dat hebben we 7 jaar gedaan, tijdens de eerste jaren van ons huwelijk, zeg maar. En toen was mijn opleiding afgelopen, want ik heb deels die baan aan de LTS gedaan. Toen was ik nog niet klaar met toen moest ik nog dat pedagogische jaar doen. Toen heb ik die afgerond en toen zeg ik tegen mijn vrouw, ja, ik ben dan niet zo'n type die elke avond dan gaat televisie kijken. Ik wil iets beginnen. En toen was er weer een heel toevallig iets dat ik een collega tegenkwam. Die zegt, waarom ga je niet MOA doen in Leeuwarden? Ik zeg, ja, maar dat is toch niet voor ons mensen. Ja, zegt hij, maar dat kun je gerust proberen. En dat is op zaterdagmiddag. En dat is een hele interessante studie. Wist hij te vertellen, hij was er ook nog niet op. En ik ben daar naartoe gegaan. En het was een studie onderwijskunde? Het was een studie pedagogiek. Pedagogiek MOA. En daar waren leuke leraren. Daar was dokter Dalma, dat was een filosoof. Die was directeur van de provinciale bibliotheek in Leeuwarden. En die behandelde de hele filosofie van de voor-Socratici tot en met existentialisme en noem maar op. En wij kregen die geschiedenis, we kregen een enthousiast verhaal erbij. Dus dat vond ik erg leuk om te doen. En we kregen uiteraard pedagogiek, een beetje dat fenomenologische, geesteswetenschappelijke accent lag daar wel. En van daaruit ben ik naar Groningen gegaan. Als je het nog leuk vindt. Ja, nee, om onderwijskunde te gaan studeren. Om onderwijskunde te studeren. En wie zette jou tot die stap aan? Was je dat zelf of was dat ook weer iemand die je aanmoedigde? Ik denk het wel. Ik ging samen met Kees Tijken ging ik naar die MOH-opleiding. Ja. Hij was ook leraar aan een andere LTS in Leeuwarden. En Kees Tijken is al lang overleden, maar die zei, ik ga in Groningen onderwijskunde studeren. Ik zeg, nou, dat lijkt mij ook wel interessant, want ik vind het allemaal zo boeiend. En toen gingen we met zijn Volvo een aantal keren per week naar Groningen. En daar troffen wij Van Gelder, de hoogleraar Leon van Gelder. Leon van Gelder. De grote Leon van Gelder in mijn beleving. Die was een echte... politiek dier, PvdA, vakbonds, hij had overal die relaties. En dat is zeg maar een van de grote mensen naast Van Kemenade voor de middenschool. Hij had een heel team van jonge honden om zich heen, waaronder Wim Wardekker enzovoort. Nijs Lagerwijd, John Peters, dat was een hele... En Jaap Vos niet te vergeten. Wim Meijner misschien ook? Wim Meijner zat al, die werkte toen al als medewerker bij het Sociologisch Instituut. Die zit ook in deze serie namelijk. Leuk. Dat is een van mijn helden, Wim Meijner. Oké.
Goed, maar dus ik heb toen een speciale regeling gekregen, ja, een studieregeling. Want je was gewoon dag student dan ook? Gewoon met, je zat met jongen die net van de middelbare school kwamen. Maar of ook de meeste, veel mensen die onderwijzer waren. Het rooster werd zo gemaakt dat redelijk goed mogelijk was. Te combineren was. Maar ik kreeg wel problemen. Op enig moment kon ik het niet meer combineren met mijn LTS in Leeuwarden. En toen heb ik nog wat ruzie gemaakt met de directeur van die LTS, omdat ik geen vrij kon krijgen voor een project wat op donderdag viel. Ja. En toen heb ik daar ontslag genomen en ben ik docent geworden aan een leraresopleiding. En toen ging ik ook verhuizen, mijn vrouw en ik met de kindertjes naar Groningen. Ja, ja. En was mijn school waar ik les gaf, Christelijke Scholengemeenschap Juliana, met de leraresopleiding, heb ik 4 jaar lang gedaan. En als ik naar boven keek uit het raam, dan keek ik op de flat waar Leon van Gelder met zijn bende zat. En als ik tentamen moest doen, dan zei ik tegen mijn studenten, allemaal jonge leuke meiden, ik moet even tentamen doen, jullie redden zich wel, hè. Dan ging ik gewoon onder de les weg. En dan deed ik tentamen en dan kwam ik terug en dan zei ze, hoe is het gegaan? Ik zeg, ik ben geslaagd. En dan, die meisjes zaten heel gezellig in de vensterbank te keuvelen. En er ging een wereld voor mij open, want als je dat in de LTS deed, nou dan was de beer los. Maar daar kon dat allemaal. Goed. Ik heb een leuke tijd gehad in zowel in mijn werk als docent pedagogiek en psychologie en sociologie. Ik gaf al die vakken aan die leraressen. Was een heerlijke tijd. Je werd in de watten gelegd door al die vrouwen. Bijna alle docenten waren vrouwen. En ik had er allemaal mooie jonge meisjes om les aan te geven. En ik zat dicht bij de onderwijskunde van waar de studie was. En toen ik dus afgestudeerd ben in Groningen, toen ben ik gaan solliciteren naar Utrecht. En zo is mijn... Toen ben je op een promotieplaats toen gaan werd je gewoon als medewerker aangenomen bij de groep van je onderwijskunde van Jelle Siksma. Ik kwam in de groep van Jelle Siksma terecht en daar... heb ik heel lang, eigenlijk het langste van alles gewerkt. Je werd eerst wetenschappelijk medewerker. Ja, en daarna werd ik UAD of hoofdmedewerker. En heb ik daar 15 jaar gewerkt. Maar wanneer wist jij dat je de wetenschap in wilde gaan? Vrij snel dat ik in Groningen studeerde. Ik was cum laude geslaagd voor mijn onderwijskunde studie. En ik vond dat zo interessant en ik was heel gemotiveerd voor één bepaalde beweging die daar was. Wat was dat? Van Gelder was de grote man van de middenschool. Van de middenschool, waar je net... En wij gingen al tijdens onze studieperiode, gingen wij folders rondbrengen om de zegeningen van de middenschool aan een breed publiek kenbaar te maken. En we hadden van die roze folders en daar stond precies op wat er moest gebeuren. En hoe belangrijk het was dat het systeem van het onderwijs moest veranderen. En daar hadden we het altijd over. Het onderwijssysteem moet veranderen. Ja, dat vind ik tot op de dag van vandaag nog. Het moet blijven veranderen. Ja, gewoon. En toen kwam ik in Utrecht terecht. Ja, ja. En daar was een hele andere sfeer. Jelle Siksma was een hele plezierige en rustige hoogleraar met een mooi team van mensen. Maar er lag de nadruk veel meer op de basisschool. En er lag ook de nadruk veel meer op de curriculumtheorie, curriculumstrategie. En daar werd ik dus helemaal ondergedompeld in een project dat heette het Curvo-project. Het? Curvo-project. Ja, ja. En dat was een project dat opgezet was ooit door Bert Kremers. Ja, hoogleraar in Groningen. En toen Kremers naar Groningen ging, kwam er een vacature en daar kwam ik in.
En toen kwam ik ook in, als bijna vanzelfsprekend, in dat Curvo-project. Ja, ja. En dat was een heel groot project. Toen groeiden de bomen nog tot in de hemel. Ja. Enorme subsidies, grote bezetting van mensen. Ja. Op enig moment hadden we 18 mensen op dat project. Ja, en we hadden overal projecten op scholen waar we de strategie, want het was dus een curriculumproject gericht op het ontwikkelen van een curriculumstrategie. En die was bedoeld om teams van leraren te ondersteunen om zelf hun curricula te maken. Dus een erg onderwijsinhoudelijk project. Echt een onderwijsinhoudelijk project. En dat werd dan uitgevoerd, die strategie, moet je voorstellen, een boekje. Ja. De Curvo-strategie, handleiding voor teams die een curriculum willen ontwikkelen. En dat werd getoetst in allerlei sectoren. En ik heb ook verschillende van die projecten moeten draaien. Ja. En ik weet niet of ik veel te veel namen noem, maar Wijnand Hoebe was wel een van de grote mensen achter dat project. Ja. De theoreticus, de socioloog, die later ook naar Groningen is gegaan, achter Bert Kremers aan. Maar wij gingen dus naar scholen en dan vroegen wij aan teams van leraren, willen jullie met ons aan de hand van die strategie die wij gemaakt hebben, willen jullie een nieuw programma maken voor jullie leerlingen? En dan willen wij jullie daar wel bij ondersteunen. En dat was heel amusant. Want wij legden dat boek op tafel en wij verwachten dat die leraren dat zouden gaan lezen. Maar dat deden ze natuurlijk helemaal niet. En wij zeiden ook, ja, wij zijn onderzoekers, wij komen kijken hoe jullie het doen. Nou zei op enig moment de leraar tegen mij, dus de directeur, als jullie je handjes niet laten wapperen, dan is daar het gat van de deur. Ja. En toen kregen wij dus een behoorlijk conflict met Wijnand. Want Wijnand zei... Oh ja, je moet het als ambachtman jou hebben aangesproken. Ja, zeker wel. Maar Wijnand zegt, het gaat mij er niet om dat Jan en Gerard, want Gerard van den Berg was mijn naaste collega, dat die goed een curriculum kunnen ontwikkelen met de Curvo-strategie. Ja. Dat is niet het doel van ons onderzoek. Wij willen kijken of de leraren dat kunnen. We hebben een team van leren en jullie observeren en jullie schrijven op en jullie reflecteren en rapporteren dat weer terug. Nou, dat werkte van geen kanten. Dus wij moesten een compromis vinden. En toen hebben Gerard en ik de pettentheorie bedacht. En die bestond erin dat wij buiten de school, was een school in Schiedam bijvoorbeeld, een MAVO, HAVO... scholengemeenschap, de pettentheorie, zei Gerard tegen mij, Jan, we gaan nu de stoep in van de school, nu moet de nieuwe landpet op, zo heette die scholengemeenschap, nu moet een nieuwe landpet op. En zo had je voor elke school een andere pet. En dan waren we geen onderzoeker meer, maar dan waren we deelnemer geworden. Participerende observatie. Ja, ja. En toch moesten we ook afstand bewaren en onderzoek doen. Was heel moeilijk, maar het was een heel leerzame periode. Heel leerzame periode. Werd dat het onderwerp van je proefschrift ook? Dat zit ook deels in mijn proefschrift. Ik was op enig moment verantwoordelijk voor een deelstrategie, dat was de evaluatiedeel van die Curvo-strategie. En die heb ik vooral getoetst en beschreven en daar onderzoek naar gedaan. En dat is ook in mijn proefschrift terechtgekomen. En die ambitie om te promoveren, waar kwam die vandaan? Ik bedoel, gezien jouw achtergrond is het natuurlijk wel heel bijzonder dat je... Die ambitie had ik aanvankelijk niet. Want het was toch wel zwaar. Het was toch wel hard werken geweest. Ja, ja. En mijn vrouw heeft mij ontzettend gestimuleerd. Ja, ja. Maar die zei op een gegeven moment, nu is het wel een beetje mooi geweest. En ik kreeg dus het verzoek van Nijs Lagerwij, mijn hoogleraar toen, om met een proefschrift te gaan beginnen. Ja, ja, ja. Toen zei ik mag niet van mijn vrouw, gaat niet door. Het is nu wel welletjes geweest. En
Toen ging er een tijdje overheen en kwam Nijs weer bij me. Ja, zegt hij, maar straks heb je helemaal geen toekomst meer in de universiteit. En daar had hij gelijk aan, als jij niet gaat promoveren. Ik zeg, ja, dat is toch wel heel moeilijk. Toen kwam hij met een lumineus voorstel. Toen zegt hij, je hebt al een paar hele mooie artikelen in pedagogische studieën geschreven. Weet je wat we gaan doen? We gaan daar een nietje doorheen slaan en dat doen we, dat noemen we een proefschrift. Ja, dat vond ik een hoogst merkwaardig en interessant voorstel. Ik ga weer terug naar Hilde, naar mijn vrouw. Ik zeg, Nijs die wil toch graag dat ik ga promoveren. En het ligt er al bijna. En het ligt er al bijna. Hij zegt, u hoeft alleen nog een nietje door. Nou, en dat heeft zij vervolgens gedaan. Nou, zegt Hilde. Nu ben je klaar, Jan. Ja. Als het zo makkelijk gaat met het nietje, oké, dan kan ik daar wel achter staan. En toen ben ik dat traject ingegaan. Er moest een kop aan en een staart. En ik was toch nog wel 2 jaar bezig. Ja. Ik heb zelfs op vakantie naar Zuid-Frankrijk allerlei dingen meegenomen. Daar zat ik te schrijven in een tent. Ja. En zo is dat proefschrift ontstaan met de kern van een aantal artikelen die ik al had geschreven erin. Een inleidend stuk met theoretische bespiegelingen en een uitleiding naar de toekomst. Daar zet ik de lijnen uit van onderzoek wat ik later heb gedaan, waar eigenlijk de kern van mijn werk is komen te liggen. Dat staat allemaal al in dat proefschrift. Hoe zou je die kern omschrijven van jouw werk? Ik heb op enig moment heb ik Hans Freudenthal ontmoet. De wiskundige. En heb ik contacten gelegd met de Stichting voor de Leerplanontwikkeling in Enschede. En toen kreeg ik subsidie van de SVO voor Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs. Ja. En toen kreeg ik forse subsidie om een mooi team samen te stellen voor een project wiskundeonderwijs in samenwerking met de SLO. De SLO maakte spullen en wij bewerkten dat in leergangen en dat zetten wij uit in scholen. En daar heb ik zeg maar mijn hart aan verloren, want ik vond ook dat de keuze voor wiskundeonderwijs was voor mij heel bewust. Waarom? Ik was heel erg altijd bezig met selectievraagstukken en met sociale ongelijkheid. Dat heeft eigenlijk de hele levensloop van mij doorgetrokken. En ik dacht, als ik ergens onderzoek naar wil doen, dan moet ik een vak kiezen waarop de selectie keihard toeslaat. Waar zeg maar de slag gestreden wordt. Hè? En dat is wiskunde natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. En toen kreeg ik alle medewerking van Freudenthal, van die mensen van de SLO. Kon een heel mooi team samenstellen van mensen. En toen hebben we een project gedraaid van een jaar of 5, 6. En dat heette interne differentiatie wiskundeonderwijs 12 tot 16. Dus toen kwam ik ook helemaal waar ik wezen wilde. Ik wilde niet op de basisschool zitten, maar ik wilde ook daar weer waar de grote slag wordt gemaakt van 12 tot 16. Daar wilde ik spullen voor ontwikkelen. En dat hebben we gedaan met behoorlijk succes. Daar kwamen ook mooie artikelen uit voort. En toen dat project was afgerond, kreeg ik opnieuw subsidie voor een vervolgproject. En dat hebben wij het AGO-project genoemd. En AGO stond voor adaptief groepsonderwijs. We zochten steeds naar manieren om kinderen in heterogene klassen zo lang mogelijk bij elkaar te laten zijn. En dan de instructie aan te passen. Wat ook even met een 7-maandslaar ook idee was achter de middenschool, volgens mij. Precies, exact. Ja, dat zie je goed. Die relatie was heel duidelijk aanwezig. Want in diezelfde periode kwam Van Kemenade als minister in het kabinet Den Uyl. En toen kwam er in één keer een enorme vaart achter die middenschool. Overal in het land waren experimenten gaande.
En ja, daar kon ik natuurlijk van harte achter staan en ook aan meedoen. En ik was minder degene die dan heel hard riep van de middenschool moet er komen, al vond ik dat wel. Maar ik dacht, we moeten zorgen dat we laten zien dat het kan. En dat we lesmateriaal ontwikkelen waar docenten mee uit de voeten kunnen. En dat je ook laat zien, ook aan de hand van kwantitatieve data, dat het effectief is. Ja, ja. He, dat je dus mensen kunt overtuigen door te laten zien dat het uitvoerbaar is in de klas. Het model wat wij hadden ontwikkeld. Ja. En geconcretiseerd aan de hand van heel concreet lesmateriaal. Ja, ja. Met topics uit de wiskunde. Ja, ja. Dat het werkt. En ja, dat omdat jij ook in een van de vragen hebt staan. Wat is een centraal artikel geweest? Waarvan jij zelf zegt, dat is toch wel bepalend geweest of belangrijk geweest in het geheel van mijn wetenschappelijke werk. Ja. En dan is dat dit artikel. Ja. Dat dateert uit 94 en dat is gebaseerd op dat die grote projecten die ik in Utrecht heb gedaan, die beide projecten die ik noemde, en dit is over het AGO-project. En wat zo leuk was, dat we uit een behoorlijke dataset van 600 leerlingen konden aantonen dat scholen en klassen en leraren die volgens onze aanpak werkten, dat die betere resultaten boekten dan leraren die op een meer traditionele manier daarmee aan de slag gingen. Zeg maar als ik het psychologiseer, maar zit er ook iets bij dat je misschien zelf heel graag op een middenschool gezeten zou hebben, gezien jouw achtergrond? Ja, natuurlijk. Dan was dat probleem, had zich helemaal niet voorgedaan waar ik mee te maken had. Dat ik door al die geitenpaardjes moest sluipen en mazen in het net. Maar zit er dan ook een soort motivatie achter misschien kinderen die in vergelijkbare milieus opgroeien, dat je die dat wil proberen te besparen of zo? Zeker. Ja, ik vind het heel onrechtvaardig, zoals ons huidige systeem is ingericht, dat je kinderen van 11 en 12 jaar in die hokjes gaat indelen. Ja, ik las ergens een uitspraak van jou dat je onderwijs een sorteermachine noemde, wat ik wel aardig vond. Ja, dat heb ik wel vaker gebruikt. Een sorteermachine en een hordenloop. Steeplechase. Ja. En ik vond dat een heel mooi idee van Kemenade en van Gelder vooral ook. Dat je kinderen nog over een langere periode bij elkaar zou kunnen houden. En ik vind het bijvoorbeeld ook toen dus de jongeren met een emigratieachtergrond Nederland binnenkwamen. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo, dat als je naar een VMBO-school gaat in de binnenstad, dan ziet het er pikzwart. Ja. En dan denk ik, hoe kan dat? Daar zitten hele talentvolle jongeren onder. Waarom zitten die allemaal bij elkaar in één klas? In één school? Ja. Ik heb dat in Utrecht wel gezien, de wijk, hoe heet die? Lombok. Niet Lombok, maar die andere wijk. Kanaleneiland, ja, ik zeg maar wat wijken die men niet binnen schieten. Er is nog een andere wijk die even niet in mijn hoofd wil. Maar daar ging ik met mijn kleinkinderen wandelen, kom ik langs een school en die was helemaal zwart. En ik weet gewoon, want dat wilde ik nog wel graag zeggen, uit dit onderzoek kwam naar voren, dat niet alleen onze aanpak tot effectieve tot goede leerresultaten leiden. Ja. Maar dat we ook konden laten zien dat het gemiddelde niveau van een klas omhoog effect heeft op de individuele prestaties van alle leerlingen. Klas als geheel heeft invloed op de... Precies. Daar hebben we een multilevel analyse voor gedaan. Ja. En dan zie je dat je beter in een goede klas kunt zitten dan in een slechte. Ja. En het is zo slecht
overduidelijk slecht om alle kinderen die laag presteren, om wat voor reden dan ook, om die bij elkaar te zetten in één klas. Ja. Ja. Dat is wel makkelijk voor een school, maar dat is fataal voor die kinderen, in mijn ogen. Je bent in 92 ben jij benoemd als hoogleraar aan de UvA. Ja, klopt. Dat is toch wel bijzonder, gezien jouw achtergrond met LTS. Er zullen niet heel veel LTS'ers zullen hoogleraar geworden zijn, denk ik. Nee. Had je dat echt als ambitie? Of werd het je aangeboden? Natuurlijk had ik toen wel die ambitie. Maar als jonge man natuurlijk helemaal niet. Dat was geen perspectief waar je zelfs maar aan dacht. Hè? En het schijnt, ik heb een tweede prijs gewonnen in een landelijke wedstrijd van schilderen, huisschilderen en decoratie. Toen werd ik geïnterviewd door het Zutphens Dagblad. Er staat nog een foto van mij in het Zutphens Dagblad. En toen was aan het eind van het interview, zie je mij op die foto schilderen in de huisjes in de Staringstraat in Zutphen. Ben je 18, 19, 20 of zo? Ja, was ik, nou, 16, 17 was ik. En toen vroeg de journalist wat mijn perspectief was. Ik herinner me niet meer dat ik het gezegd heb. En ik weet niet of ze dat gefantaseerd hebben of dat het echt van mij was. Ja. Maar toen schijn ik gezegd te hebben, net zo'n goede vakman worden als mijn vader. Dus dat was mijn perspectief. Ik herinner me niet dat ik het gezegd heb. Ik denk dat zij het zelf een leuke uitswinger gevonden hebben. Maar goed, het staat wel in dat artikel. Ik kan het dus niet bestrijden. Maar mijn perspectief was zeker niet om hoogleraar te worden. Heeft je vader nog meegemaakt dat je hoogleraar werd? Ja, hij heeft wel mijn promotie meegemaakt. En mijn moeder ook, in Utrecht. Ik ben bij Nijs Lagerwij gepromoveerd. En dat vonden ze wel heel indrukwekkend. En mijn moeder vond het heel erg dat ik zo zwaar aan de tand werd gevoeld door Freudentaal. Dat vond mijn moeder ook hoor. Ja, hè? daar zijn ze ook moeders voor, toch? Ja, precies. Maar Hans Freudentaal, die zat in jouw oppositie. Die zat in de oppositie, ja. En die stelde moeilijke vragen. En mijn moeder zegt, ik wilde dat hij ermee op zou houden. Zulke rotvragen te stellen. Ja. Je deed het toch hartstikke goed. Heeft je dat ook nog gezegd na afloop tegen Freudentaal? Dat geloof ik niet. Nee, want het was zeer indrukwekkend allemaal voor haar. Dat zou ze niet gedaan hebben. Ja. Ja. Is Freudentaal ook een soort leermeester voor jou geweest? Ja, zeker. Hij is in die periode van die projecten, is hij één keer in de 14 dagen met ons hele team meegereisd in de trein naar Twente. Ja. En zat hij ook in die grote vergaderingen met dat team van wiskunde, zat hij erbij. Ja. Ja. En hij was natuurlijk de grote man waar we allemaal tegenop keken. En hij gaf adviezen. En soms, hij was al oud, dommelde die langzaam in achter de tafel. En dan dachten we, oh, Freudentaal slaapt. Maar dan werd hij bij een onderwerp wat hem in één keer interesseerde wakker. En dan was hij glashelder, hè. En dan kwam hij met goede voorstellen. En we reisden weer samen terug. En dan kwamen de verhalen. Dus dat was heel inspirerend en leuk. Ja. Heb je door de invloed van Van Gelder en van Kemenade, heb je die persoonlijk gekend ook? Ja. Heb je politieke ambities gehad ook om het onderwijs te veranderen? Of wilde jij toch blijven aan de academie? Ik wilde echt daar blijven bij die academie, ja. Ik heb geen... Is er wel aan je getrokken of zo? Vanuit de politiek? Is nooit aan mij getrokken. Ik ben ook niet een persoon daarvoor, denk ik. En dat is denk ik heel goed geweest dat ik daar nooit ergens op een of andere manier ben ingestapt. Sommigen deden dat wel. Aan de UvA was je hoogleraar onderwijskunde speciaal voor de exacte vakken. Ja, en aan de VU was je hoogleraar onderwijspedagogiek. Onderwijspedagogiek. Ja. Wat is het verschil tussen onderwijskunde en onderwijspedagogiek? Voor mij was het 0,0. Want ik deed gewoon hetzelfde wat ik altijd gedaan heb. En daar zat wel een hele discussie omheen. En kijk, van oudsher is de pedagogiek natuurlijk wat meer gericht op, laten we zeggen, de ontwikkeling en de
volwassenwording van jongeren. Maar omdat wij toch schoolpedagogiek ook bedreven, maakte dat voor mij niet veel verschil uit. Het is wel zo dat ik in de pedagogiek dan wel wat vaker mensen tegenkwam die een wat normatieve inslag hadden. En daar ging ik dan wel discussies mee aan. En ik was furieus tegen Watering en Behaving, die oude vuurpedagogen. Die wisten precies hoe het zat met... dat waren de echte mensen van de normatieve pedagogiek. En normatief bedoel je van de iets wat echt slechter en beter is? Precies, zonder dat ze daar empirische bewijzen voor hadden. Maar wat misschien vanuit religieuze wortels van de VU ook wel misschien enigszins te begrijpen is. Is dat te begrijpen? Maar dat waren dus al lang pedagogen die dood waren, maar die nog wel... doorleefde. Maar het gedachtegoed was nog redelijk springlevend. Die was soms nog springlevend. En in mijn proefschrift kun je zien dat ik die Bavink heel fors heb aangepakt in het inleidende deel. Bavink heeft gezegd in een van zijn boeken, dan moet ik even goed nadenken hoe hij dat zei. Het is God die armen en rijken maakt en doet gelijk hij wil en zich geen rekenschap geeft van wat hij doet. Dus arm en rijk komt van God, dat moeten we gewoon accepteren. En hij zei erachteraan, de gelijkheidstheorie loopt zich te pletter op de rots van de ongelijkheid. Zo zei hij dat letterlijk. En nou ja... Dan denk ik, dan schrijf ik zo'n man meteen af. Dan denk ik, ook al heb je, is er een straat naar jou genoemd, Bavink is af. Ik ga er alleen achterwaarts doorheen. Tegen het verkeer in ga ik er doorheen. Dus ik heb het toch altijd wel gezocht in de empirische kant van ons vak. En gedacht, wil je iets veranderen? Wil je iets laten zien wat beter is dan iets anders, maak dan concreet spul waar leerkrachten mee kunnen werken en toon aan dat het werkt, dat je dat uitvoerbaar kunt maken in een klas en dat het ook nog effectief is. Ja. Je hebt ook een tijdje in Stanford gezeten, hoe lang ongeveer? Ik heb een half jaar was ik visiting professor at Stanford. Was een bijzondere tijd? Heel bijzonder, ja. Dat was ook heel stimulerend. Ik werd uitgenodigd door Decker Walker. Dat is een curriculumman, theoreticus. En daar heb ik een gouden tijd gehad, een half jaar lang. Toen leerde ik ook mensen kennen die in die cooperative learning beweging zitten. Zoals Bob Slavin en Elizabeth Cohen. En ik raakte ook helemaal in de cooperative learning beweging. Ik heb ook in het bestuur gezeten van de International Association for the Study of Cooperation in Education. Daar was ik ook bestuurslid op enig moment. En dat was natuurlijk heel stimulerend, want het paste ook heel mooi bij waar ik mee bezig was. En kon ik daar ook mijn publicaties soms in handboeken of in een artikel of in samenwerking met mensen, kon ik dat schrijven. Je hebt ook wel wat werk voor een breder publiek gemaakt. Jawel. Dat ligt onder andere hier. Dat is later gekomen. Dat is goed dat je dat... Later na je academische carrière? Of bijna wel. Laat het maar zien hoor. Droom, die droom heb ik nog steeds. Dit onderzoek... ben ik gestart ongeveer anderhalf jaar voordat ik officieel met pensioen ging. Want ik dacht, straks val ik in een heel zwart gat. Wat ga ik daaraan doen? En toen, ik wilde altijd al graag levenslopen van jongeren bestuderen. En toen heb ik dit project gestart samen met mijn studenten. Het is een studentenproject geworden. En toen hebben we dus... een vragenlijst opgesteld en heb ik studenten gevraagd, willen jullie je doctoraal scriptie of je masterscriptie op dit onderwerp doen? Dan maken we een gecoördineerd project. We hebben een project over de schoolloopbanen van leerlingen. En dan heb ik tal van
doctoraal studenten die hun scripties daarover schrijven. En wat nou zo apart is, ik ging dus zelf die studenten individueel vragen. Iedereen zei ja. Nou, dat was voor mij eigenlijk heel apart. Ik zeg, ik wil dit graag, dit project opzetten. En ze hebben allemaal ja gezegd. En dat waren er een stuk of 6, 7, misschien wel 8. Ja, ja. En 2 mensen, dat is Rosa Rodriguez en Danielle Dees, die hebben dat ook gedaan en die zijn later met mij verder gegaan met artikelen schrijven daarover en 2 boeken. En dit is het laatste boek daarover. En die behoefte om voor een wat groter publiek te bereiken, waar komt die vandaan? Ik denk toch wel dat ik het interessant en goed vind dat mensen kennis nemen van schoolloopbanen van verschillende leerlingen. Daar kunnen ze mooi laten zien. Kijk, die getallen die uit ons empirisch onderzoek komen, raken mensen, de gewone mensen, niet zo van onder de indruk, heb ik wel eens het gevoel. Je hebt het nu gezien met die serie Klassen, wat die heeft losgemaakt. Een paar beelden, een paar concrete kinderen, waarbij zoveel mensen in één keer denken, oh, het schoolsysteem zit toch wel heel erg onrechtvaardig en slecht in elkaar. En dan gaan de ogen open. En toen dacht ik, laten wij ook eens een aantal van die leerlingen helder in beeld brengen, dat beschrijven en daarop reflecteren. En wij hebben dus hele knappe leerlingen die uit hele mooie milieus komen, waar studeren heel normaal is en die fluitend door het gymnasium gaan en dan de universiteit doen. En we hebben aan de andere kant kinderen uit hele zwak sociale milieus, soms ook met een migratieachtergrond, die struikelen in ons systeem. En als je dat dan concreet uit hun mond hoort en je beschrijft dat, is dat natuurlijk heel, heel interessant om te doen. Ja. Ik weet niet waarom ik er nu aan moet denken hoor. En zo zie je dat ik gewoon afwijk van die leidraad. Ja. Ik gaf mijn moeder, die komt uit een arbeidersmilieu. Ze heeft wel gymnasium gedaan, maar daarna stopte het. Mocht ze niet verder studeren. Ja. En ik leerde in mijn studietijd leerde ik de sociologe Lieneke van Waardenberg kennen. En haar man Oscar, ik ben achternaam even kwijt. Via een gemeenschappelijke oudere vriendin. Maar die Lieneke had een boekje geschreven, Meisjes uit mijn straat. Zij kwam ook uit een arbeidersmilieu. Ja. En had een boek gemaakt van waar al die mensen terecht kwamen. Gewoon. Ja. En er zat flink wat verschil in. Maar sommigen die hadden ook gewoon hele mooie academische carrières opgebouwd. Ja, leuk hè. Ja. Terwijl mijn moeder me dat toch best wel... ze had het boek wel met interesse gelezen, maar ze was ook ergens... kwaad over. Mama, als jij kijkt hier, sorry maar dat ik het vertel, maar dat het ook, want het werkt ook wel, het kan ook stigmatiserend werken of zo, die achtergrond, dat je er niet uithaalt wat er misschien wel in zit, of... Hoe bedoel je dat precies? Die loopbanen, die kunnen natuurlijk gewoon zo, door allerlei omstandigheden zo verschillen. Ja, je hebt natuurlijk een heel bijzondere... Ja. Schoolloopbaan, die volgens mij ook jouw kijk op onderwijskunde in het algemeen diepgaand gekleurd heeft, denk ik. Ja. Klopt. Bedoel je te zeggen dat achtergrond zo'n belangrijke rol speelt in het schoolsucces? Ja, en ook hoe dat uitpakt, want dat kan natuurlijk verschillend uitpakken. Ja, het kan verschillend uitpakken. Het kan remmend werken, het kan, je kan je tegen verzetten, het kan, het kan een enorme trigger zijn ook. Maar dat is een tamelijk liberale opvatting die ik in jouw vraag vermoed. Het is natuurlijk zo dat er altijd wel een paar witte raven door de mazen van het net slippen. We hebben nu Dennis Wiersma als nieuwe minister van basis en voortgezet onderwijs. Ja. En dat is ook zo'n witte raaf die als een, als een zoon van een snackbarhouder, zijn vader had een snackbar,
is helemaal doorgestroomd en is nu minister van Onderwijs. Nou, dat is wel het top van de top. Hij schrijft nu kroket met Q-U-E-T-T-E. Ik denk het. Maar nu ben ik zo bang dat meneer Dennis Wiersma gaat denken, kijk eens even naar mij, het is mogelijk om het te doen. Ja, dat is helemaal niet waar. Een beetje die American Dream-achtige... Ja, precies. Precies. En kort geleden had hij een post op LinkedIn, waarin hij een meisje, die was mondhygiëniste, die had VMBO-T gedaan, een soort MAVO, en was mondhygiëniste geworden. En nu heeft ze haar master tandheelkunde. En hij feliciteert haar heel uitbundig en hij zegt, fantastisch. Ik zeg ook, ik vind het ook fantastisch voor haar dat ze dat gelukt is. Maar het gevaar is dan dat je denkt dat dat normaal is. Dat voor iedereen zou gelden. Je krijgt dan het voor. Als je het maar wilt. Dat is, succes is een keuze. Als je naar de statistieken kijkt, weet je dat succes geen keuze is. Dat het grootste deel van de mensen die vroeger die kansen niet gehad hebben, dat ook later niet meer kunnen realiseren. En dat is gewoon de normale praktijk. En dan zijn er een paar van die vreemde vogels die daar doorheen fietsen. En dan reken je jezelf ook toe. Ja. Als jij, ik heb nog twee vragen voor jou. Als jij een ideaal onderwijssysteem zou mogen ontwerpen. Ja. Hoe, je krijgt carte blanche. Hoe ziet het eruit? Ja. Nou ja, dan zou ik denk ik een doorlopend systeem willen maken van basisschool tot en met 15, 16 jaar. En dat een systeem zou zijn met veel differentiatiemogelijkheden, waar je alle ruimte geeft aan kinderen die meer kunnen en kinderen die wat minder presteren. En dus een vorm van adaptief onderwijs waarbij ook veel samenwerking in zit en waarbij vakken, waarbij je sowieso samen kunt werken, tegelijk les kunt krijgen. Dan kun je denken aan gymnastiek, aan godsdienst, aan maatschappijleer. Het is allemaal niet nodig om kinderen in aparte klassen onder te brengen en aparte scholen. Maar dat heeft ook iets middenschoolachtigs. Dat heeft iets middenschoolachtigs, ja. En ik denk dat dat langzamerhand opgebouwd zou kunnen worden. Ja. Dat moet je zien dan als een proces van 10 of 20 jaar. Kijk dan naar andere landen, kijk naar Finland of naar andere Scandinavische landen. Dat is denk ik heel goed mogelijk. Ik weet, omdat jij een beetje naar het einde gaat, en ik wil graag nog iets zeggen. Zeker. Want je had bij een van de vragen staan, wat zijn nou de mensen die jou geïnspireerd hebben? En ik heb wel een aantal mensen genoemd en ik had zelfs een lijstje gemaakt. Ik zeg, er wordt Vittorio boos als ik zo'n lange lijst ga noemen, want het zijn heel veel mensen waar ik heel veel aan te danken heb. En toen heb ik dat lijstje van meer dan 20 ingedikt tot 4. En die ga ik nu even opnoemen. Ik vind het prima. Te beginnen bij mijn geliefde echtgenote, Hilde, die mij altijd gesteund heeft. Dan is te denken aan Wim Wardekke, die mijn scriptie heeft begeleid in Groningen. En die ik later weer heb ontmoet aan de VU. Daar zijn we collega's geworden. Wim is dus een sleutelfiguur in mijn loopbaan geweest. Dan heb je iemand als Van Gelder, die ik al genoemd heb. Die ook intellectueel gestimuleerd heeft. Wim ook intellectueel hoewel wij heel erg verschillen qua insteek. Maar Wim heeft enorm veel voor mij gedaan. Zowel bij mijn scriptie als later toen ik aan de VU kwam. En Van Gelder was natuurlijk die stimulator voor de middenschool. Vooral ook met zijn team. Want zoveel had ik niet met Van Gelder van doen. Die was veel te druk met de politiek en veel uithuizig. Freudenthal heb ik veel aan te danken, Jelle Sixma. Pieter van den Eeden moet ik vooral noemen. Dat is iemand de meteoroloog met wie ik met jou ook nog heb samengewerkt. Precies, die ook in ons gezamenlijke artikel voorkomt. En dat is ook zo'n wonderboy die ik
heel toevallig heb ontmoet en die mij dingen heeft geïnspireerd met dingen en ook concreet geholpen heeft met analyses. Op statistisch gebied. Op statistisch gebied. Ja. En Nathan Deen is eigenlijk mijn grote mentor. Dat is nu nog steeds mijn grote vriend. Wij zien elkaar, hij is 91. Ja, ja. Heel regelmatig. We drinken veel wijn samen. Ja. En we hebben heel veel etentjes gehad. Ja, ja. En hij is wel iemand die qua persoon, qua inzichten, enorme fijne collega altijd is geweest in Utrecht. En we hebben elkaar vaak in het buitenland ontmoet en dan gingen we daar uit eten en dan kwamen de verhalen los. En dus Nathan is echt een van de grote mentoren geweest en ook sleutelfiguren die mij heeft gestimuleerd. Als ik dan bibberend van de zenuwen op een Amerikaans congres mijn eerste paper moest presenteren. En dan vroeg ik na afloop, Nathan, het ging niet zo best, hè? Wel nee, Jan, je deed het hartstikke goed. Dat was Nathan. Laatste vraag, hè? Met de wijsheid van nu, terugblikken op je carrière. Als je weer zou kunnen kiezen, je bent 12 jaar. Ja. Had je dan misschien toch meer doorgezet wel naar het gymnasium te gaan of zo? Of? Ja, dat doorzetten was geen sprake van. Dat kon gewoon niet. Hè. En dat was gewoon geblokkeerd door mijn vader. Maar als die keuze vrij was, had ik misschien wel medicijnen willen studeren. Ja, ja. Of architectuur. Dat zijn beide ook wel interessegebieden die ik heel interessant vind. Ja, ja. He, dus ik hou ontzettend van alles wat met bouwen te maken heeft, ontwerpen van gebouwen, bouwkundige constructies. Onderwijskunde is er ook bouwen? Is ook een soort van bouwen, ja. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor het interview.